Er kwam een melding dat er sprake was van een poederbrief. Wij zijn onmiddellijk ter plaatse gegaan samen met de brandweer en de GGD. De poederbrief blijkt een brief te zijn waar melkpoeder in zit. Dat wat je nu allemaal gezien hebt, dat zou handig zijn als er echt iets serieus aan de hand was geweest. Dat blijkt nu niet, dus we gaan nu zo snel mogelijk afbouwen en dan kan het leven hier weer gewoon doorgaan. De mensen die die brief hebben geopend of hij is geopend gegaan, worden daarmee geconfronteerd. Die zijn natuurlijk heel erg geschrokken. Er zijn natuurlijk in het verleden allerlei verhalen geweest over poederbrieven. Dus ja, die zijn ervan geschrokken en die hebben aan de bel getrokken. Ja, er is er nog nooit één geweest in Nederland, om maar even duidelijk te zijn. Nou, dat is een zeer gevaarlijk goedje, waar maar heel weinig voor nodig is om iemand heel ernstig ziek te maken. We hebben tegenwoordig de mogelijkheid om heel snel te kunnen testen en dat is gebeurd.